Als je je loonbrief doorneemt, merk je het meteen. Je hebt een bruto loon, wat je werkgever jou betaalt, en je hebt een netto loon, wat uiteindelijk op je rekening komt. Tussen de twee zit een aanzienlijk verschil. Hoe komt dat? We fietsen er even door. Je bruto loon is het loon uit jouw arbeidscontract. Dit is wat je werkgever jou betaalt voor de dagen die je gewerkt hebt, voor betaalde vakantiedagen, ziektedagen of feestdagen. Hierbovenop komen eventueel extra's, zoals toeslagen of bonussen. Van jouw bruto loon wordt je sociale zekerheidsbijdrage ingehouden. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid betaalt hiermee de pensioenen, ziektevergoedingen, werkloosheidsuitkeringen, kinderbijslagen en zo verder. Ben je bijvoorbeeld werknemer van een privébedrijf, dan bedraagt jouw RSZ-bijdrage meer dan 10% van je bruto loon. Werkgevers dragen ook bij aan de RSZ via de patronale bijdrage. Ben je student, dan profiteer je van een verminderde RSZ-bijdrage. Het volgende item is jouw belastbaar loon. Dit is je resterend loon met al je belastbare voordelen. Bij voordelen in natura geldt een aparte regeling. Van dat belastbaar loon houdt jouw werkgever de bedrijfsvoorheffing af. Het precieze bedrag is voor iedereen anders en hangt af van je totale loon en van je gezinssituatie. De bedrijfsvoorheffing is een voorschot op de personenbelasting die je elk jaar moet betalen. Wat nu overblijft op je loonbrief is je netto loon. Dat krijg je elke maand op je rekening gestort.